Op dinsdag 17 oktober werd de 3D-brug over de Noord-Tom in Gemert officieel geopend. Tevens werd de rotonde op de Handelsweg ter hoogte van time-out op zijn plaats geschoven. De aannemer BAM had er alles aan gedaan om iedereen optimaal te kunnen laten genieten van de werkzaamheden. Natuurlijk waren er vooraf toespraken door de diverse instanties over het hoe en waarom en welke methodes er toegepast zijn. Dan het echte werk. De uitvoerder van de BAM, Paul Hurkes, was tevreden over de voortgang. Ja, op zich wel. Het ging allemaal. Het was natuurlijk de eerste keer, het was allemaal nieuw. Dus we hebben ook weer dingen moeten zoeken van hoe doen we het slim en hoe doen we het best. Maar op zich is het allemaal gelopen zoals het moest lopen. Ja. Hoe lang is de voorbereidingstijd geweest? Want jullie kregen op een gegeven moment de opdracht om hier die weg te leggen. En dan komt het idee van, hoe gaan we dat met die rotonde doen? Ja. Nou, dat wisten we al toen we aannemer wilden dat we hem langs zouden bouwen. Ja. Alleen dat moet nog allemaal uitgevoerd worden. En dat was inderdaad wel even spannend. Ten eerste beginnen we natuurlijk met het tellen, het rekenen van die constructie van die rotonde. Die moet natuurlijk, het is geen conservatieve rotonde, dus het is een rotonde die we... constructief zo moet in elkaar zitten dat we eraan kunnen trekken of aan kunnen duwen. En daar heeft denk ik de meeste tijd in gezeten. En dan is het allemaal op papier, het moet allemaal gecontroleerd worden. En is het allemaal, staat het allemaal netjes op papier, dan kunnen jongens hier buiten kunnen we aan het bouwen. En jullie hebben een paar weken geleden een proef gedaan, even een stukje trekken of het allemaal werkt. Ja, uiteraard. Een paar weken terug hebben we inderdaad al 40 centimeter van de plek gedrukt. Of je van de plek wil komen, met hoeveel ton er gedrukt moest worden. Dan kunnen we ook zien van hoeveel we nou met hoeveel ton we moeten trekken. Nou liggen ze op rail, die railtje blijven liggen, die gaan niet meer weg, denk ik. En die rails die onder de rotonde liggen straks, die kunnen we niet weghalen, die blijven liggen, ja. Terwijl de genodigden naar de 3D-brug wandelden, wist wethouder Van Ekstel nog wat te vertellen over het begin van de procedure. Het is sneller dan volgens de planning, want het zou eigenlijk in 2014 pas de bedoeling zijn dat deze weg opgenomen zou zijn in de provinciale Meert. In de planning, maar destijds, toen zat ook Ruud van Heugden als gedeputeerde was verantwoordelijk voor de wegen. Ik zelf zat toen ook nog in Provinciale Staten. En is ervoor gezorgd dat die weg in de planning van 2014 naar voren is gehaald in 2011. En dan zijn we nog in 2017, dan zie je dus hoe lang zo'n project, hoe lang dat duurt. Maar het is mooi om te zien, denk ik dan nog in die tijden terug, van wat heb je er nu aan, zeg maar, dat je ooit in Provinciale Staten zit. Nou, dit is dus een mooi resultaat, dat het eigenlijk allemaal versneld is gebeurd. En daar ben ik enorm trots op. En vandaag zien we het resultaat. Wethouder Bankers mocht de nieuwe 3D-brug, die geprint is, en de composietovergang over de Noord-Tom officieel openen. Gemert Bakel werkt het laatste jaar steeds meer aan recreatie en toerisme. En ik ben ook blij dat we in ieder geval hier een fietsverbinding hebben. En een wandelverbinding tussen de twee centra, handel en Gemert, met elkaar verbindt. Bovendien is bij de aanleg van de Noord-Tom zeg maar, rekening gehouden met natuurcompensatie. En een aantal jaren geleden is in de Raad al vastgesteld, als we hier toch natuurcompensatie hebben, zouden we het prettig vinden dat de beleving in dit gebied ook gaat verbeteren. Dankjewel en ik wil proosten op de nieuwe 3D-fietsverbinding. Met de fiets over de fietsbrug voor de eerste keer. Intussen was men op de Handelsweg volop bezig met het verschuiven van de rotonde. 1,3 miljoen kilo beton verplaatsen vraagt nogal wat apparatuur en kracht. In het voorjaar van 2018 moet alles in orde zijn, maar de week volgend op de verplaatsing kan men al over de rotonde van Gemert naar Handel en terug.